Voor de mensen die het nog niet weten, morgen speelt Bayern München tegen PSV in de Champions League. En wat leek ons nu een leuk idee? Vandaag gaan wij kijken of we spelers op de foto kunnen krijgen en op de vlog. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het wordt een superleuke video. Leuk dat jullie kijken. Laten we beginnen met de vlog. Hopelijk hebben jullie een superleuke dag gehad. Let's do this! Go! Jongens, zoals je kan zien, we zijn nu onderweg in de auto naar Eindhoven. Het is 6:30. Kleine 20 minuutjes nog, dus ik ben benieuwd of we het op tijd om 6 uur gaan halen. Nou, dat ga je in het volgende fragment waarschijnlijk wel zien, dus swipe. Yeah, we made it. Het is iets over 6, dus ik ben benieuwd of we nog wat... Ja, ik weet niet, we moeten nog een stukje lopen, dus ik ben benieuwd of we op tijd zijn of niet. Ik denk wel dat we nog iemand moeten kunnen zien. Weet je, Duitsers doen altijd alles een beetje op hun gemakje, dus ik denk ook wel dat ze vandaag iets chills gaan doen, een beetje gaan chillen. Dus ik denk wel dat we nog iemand gaan kunnen zien, dus. Besef dat je hier bent ingesprongen, hè? Zo vuil water, man, je bent gek. Weet je wat ik ook altijd leuk vind om te vertellen? Als het herfst is, gaan de bladeren vallen en dat geeft altijd zo'n speciaal gevoel dat... Ja, zo die seizoenswisseling, ik vind het altijd iets speciaals. De bladeren komen van de bomen, zoals je hier kan zien. Altijd een speciaal gevoel, jongens. Herfst. En dan wordt het weer winter en dan is alles weer kaal. Maar dan komt alles weer gelukkig terug en dan is het weer zomer. Dit is echt wel lauw, man. Holy shit. Ook komt nog een busje erachter, hè? AMG hier? Ook nog? Nee, hoe heet die lange natnek? Die A11. Alonso? Ja, yeah, de starting. Renato Sanchez? Yeah. We are... I can't tell. Sanchez? Yeah, man, ik zeg Renato Sanchez ook. Klaar, hè? Which color had Renato Sanchez? Green? Yeah. Then I think white are the starting 11. Als je ook nadenkt, hoe no-life zijn wij bezig? Die, ja. Hun trainers. Ik, wel, ja. Ik voel me echt ook een no-life. Ik voel me stout. Klote, man. Kom dan. Wat? Maak je op het computer. 1, 3. De talent. Hey, maar welke taal is het nu? Is het Italiaans, toch? Ik denk Spaans, maar. Die doet het wel goed, toch? Thiago. Wacht even. Thiago, por favor. Thiago! What the fuck, ik zijn oog in oog met hem. Ik kon het even mooi zien. Xavi! Allemaal, man! Xavi, foto! Hello? Alonso is 2. En foto! Philipp, Thomas! I have my ultimate team, Kingsley. Kingsley, picture, Kingsley, please. Kingsley. Kingsley, nu foto, s'il vous plaît. Nu foto, Kingsley. Kingsley, foto. Kingsley, selfie. You are fast on ultimate team, man. I score all my goals on ultimate team. Manuel! Wie is dat? Ja, de same side. Ga om.
Arjen! Robert! Benat, ik heb jouw FIFA! Ik heb jouw FIFA linksachter, heel mijn team! Oh, ik ben gewaagd, ik heb jouw FIFA! Ik ga voor een selfie, man. Benat, doe het. Renato, how is it to play with Ronaldo? How is it to play with Ronaldo? Arturo, Arturo, Arturo! Renato, selfie with Ronaldo. Renato, please, please, please. Arturo! Hey, lekker Sanchez, dankjewel jongen. We hebben in ieder geval wel een duimpje omhoog gescoord van Renato Sanchez. Kijken wie de volgende wordt. Douglas! 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 Ziek. Ziek jongen, Renato Sanchez en Alaba gereden gewoon tegen de G7X gewoon in de sign. Hey, moet je nagaan. Julian Green kwam en hij had zo'n Louis Vuitton tasje en ik ging naar hem. I have the same bag as you en hij moest lachen. Mooi om te zien jongens, dat pofvoetbal. Moet je nagaan dat mensen gewoon jouw naam roepen, gewoon voor een foto of een handtekening. Dat is, ergens is dat gewoon echt ziek. Dat is de technische stap. Denk je dat de spelers dat doen? Bayern München! We hebben echt serieus heel Eindhoven net nog even rondgelopen. Met de hoop dat we de spelers nog even aan het hotel zagen. Alleen dat is net niet geworden, helaas. Maar goed, we hebben wel... Oh, kan ik hier langs? Nee, ik ga zo dit sneller. Oké, nou prima. In ieder geval jongens, we hebben de spelers van Bayern München wel gezien. Sommige spelers deden dat voor de camera, sommigen niet. Alleen, ik snap het ook wel, weet je. Als je van de training klaar bent, dan heb je ook niet altijd zin in een foto of dat soort dingen. Maar anyway, ik vond het echt ziek, man. Dat soort spelers zie je meestal alleen op FIFA, weet je. En om niet gewoon die mensen zo te zien... Ja, mooi om te zien. Alleen, het zijn ook gewoon nog maar mensen natuurlijk, snap je? Aaron! Aaron! Ja! Als je één speler moest opnoemen die je echt het meest van verschrok, wie was dat dan? Verschrok? Ja, in manier van, wow, hij doet echt me denken aan FIFA of weet ik veel wat. Want dat heb je toch, kijk als je, ja? Of Kingsley Coman. Ja, ik ook man, Coman, dat staartje, had je dat staartje gezien? Dat was wel, ja, het was hetzelfde man. Net hetzelfde, holy shit. Dat was wel ziek.